Ik ben Agnes Mulder en ik ben voorzitter van de Commissie Infrastructuur en Waterstaat. De commissie debatteert met elkaar over belangrijke onderwerpen in de samenleving. En dan gaat het vooral over spoor, over water, het gaat over de weg, over de fiets, ons openbaar vervoer in zijn geheel. En hoe gaan we daarmee om? En dan gaat de commissie vragen stellen aan de bewindspersonen over deze onderwerpen. En aan de hand daarvan worden ook de besluiten uiteindelijk genomen. Heel veel van de inwoners die komen bij ons petities indienen en die zeggen dan, wij hebben een probleem. Bijvoorbeeld over het geluidsscherm bij een bepaalde snelweg. En dan bieden ze een petitie aan en vervolgens brengen wij dat als volksvertegenwoordigers naar voren in de commissie. Ik mag die commissie dan onafhankelijk voorzitten. En dan wordt dat aan de orde gesteld. Ik denk dat iedereen zich wel druk maakt over van kan ik op goede manier vanuit mijn huis naar mijn werk toe gaan. En hoe wordt dat dan geregeld? En denken andere mensen daar met mij over na als inwoner? Dat ik als ik in een nieuwbouwwijk terechtkom, dat ik dan vervolgens ook makkelijk naar het openbaar vervoer kan. Of makkelijk naar de snelweg op weg naar mijn werk. En een ander heel belangrijk onderwerp wat deze commissie ook doet, dat is de luchtvaart. We hebben het gesproken over de uitbreiding van Lelystad, van de luchthaven daar. Waar moet het aan voldoen? Hoe hoog of hoe laag vliegen de vliegtuigen? En op het gebied van water is deze commissie ook van groot belang. Want als je kijkt naar de waterveiligheid in ons land, wat natuurlijk onder de zeespiegel voor een groot gedeelte ligt, dan moet je dat goed geregeld hebben. Maar ook de kwaliteit van het water is dan van belang. Dus op het moment dat er lozingen plaatsvinden, dan willen wij daar wel controle met elkaar op hebben. Het mooie aan deze commissie is dat het onderwerpen zijn die mensen rechtstreeks dagelijks raken. En dat we hier zitten met een club mensen in de Tweede Kamer die daar bezieling voor hebben en die er ook volledig voor gaan. En met respect voor elkaars mening ook gewoon elkaar goed de waarheid durft te zeggen. En ik denk dat je dan uiteindelijk tot de beste besluitvorming komt.